ik ben gewoon immuun. Oh, hij begint ook al. Het is gewoon een tijd van het jaar dat we lekker gaan hoesten met z'n allen. Zo, volgende probleem. Tess heeft corona. Ik heb even Tess. Dat is heel veel doen daar, joh. Moeders en ik komen net terug van de sportschool. Was het sporten, moeders? Ja, vrij pittig. Wij zijn nu onderweg naar stal toe. We zetten de paarden even in de molen en dan komen we. Dan komen we vanmiddag weer terug en dan heb ik om 3:30 les. Goedemorgen! Ik heb net les gehad en dat ging best wel heel erg goed. We moesten heel erg werken aan ontspanning en dat ging, ja, nou ja, zoals ik net al zei, echt wel heel erg goed. Ik vond het wel best wel lastig. Hoezo? Ja, geen idee eigenlijk. Ik weet wel. Omdat ik heel graag de controle in handen wil houden. Maar ik moet wat meer leren loslaten. Dat vind ik best, nou ja, lastig. Ik voel me net een zeehondje. Maar ik had een negatieve zelftest. Ik ben gewoon immuun. Oh, ijsje begint ook al. Het is gewoon een tijd van het jaar dat we lekker gaan hoesten met z'n allen. Kijk nou, wat een mooi beeld, jongens. Dit is toch ongekend. Zo, volgende probleem. Tess heeft corona. Ik ben gewoon immuun. Oh, ijsje begint ook al. Het is gewoon een tijd van het jaar dat we lekker gaan hoesten met z'n allen. Dat betekent dat ik naast mijn gewone werk nu ook nog Blondie en Ivy ga doen. Het is wat het is. Niks aan te doen. Ik ga er natuurlijk niet op zitten. Dus ze zullen het moeten doen met molen en losstaan en logeren. Dat soort dingen. Aan de hand werken heb ik wel gezien. Ik kan het proberen, maar... Ja, daar heb ik denk te weinig verstand van. Dus ik ga nu naar stal toe in mijn eentje. En dan ga ik ze in de molen zetten en loszetten. En dan kijken we morgen wel weer verder. Het leven van een ponymoeder. Pony, kom, dan mag je in de molen. Pony gaat eerst plassen, zeker. Ja, pony moet eerst plassen. Nu moet ik ook zelf de hapjes doen. Ik heb het goed gedaan. En zelf de supplementen. Zo, paardjes zijn in de molen geweest en los. Dus nu ga ik terug naar huis. Wat Tessel ertussen doet, ik weet het niet. Hoi! We zijn met moeders in de auto. Op afstand, want corona. Ik ben kapot. Ik heb net geslapen een uur, maar nog steeds moe. We zijn onderweg naar testen. Dan krijg ik misschien een corona... Hoe heet dat? Jij dat weet als je corona hebt gehad? Herstelbewijs. Herstelbewijs. En dan kan ik de boosterprik langer uitstellen. Dat is wel top. Maar, nou ja. Ik heb net getest. Het was een heel gedoe daar, joh. Want de vorige keer dat ik mocht testen, mocht ik wel gewoon in mijn eentje. En nu hadden ze mama ook nodig. Maar ze mocht ook niet naar binnen toe, maar ze hadden het toch nodig. Dus ik vond het allemaal maar vaag. Ik heb heel erg hoofdpijn. Het leven zit niet mee, maar ja. Het is inmiddels dinsdag. De ponymeter komt zo meteen. Ik ga eerst Blondie even logeren, want het wordt hartstikke laat allemaal. En dan laat ik even gemeten. Ja, hopelijk blijft ze onder de 1,48,9. Hop hop, galop, kom. Galop. Blondie is gemeten, ze is 1,49, dus nog net een D. En ze mag nu echt absoluut geen millimeter meer groeien. En ze wordt dit jaar natuurlijk 7 en volgend jaar moet ze nog 1 keer gemeten worden. Meestal groeien ze niet. Dus we hopen maar dat zij ook geen pokon krijgt of zo. Dat ze dan in de D blijft. Goedemorgen. Ik heb een mooi plezierpetje op en mijn capuchon op. Zo. Want het is vroeg. En ik ben de honden aan het uitlaten. En dat betekent depressie. Nou, dat kan je niet zien. Wacht, ik gebruik even mijn andere camera. Kijk, hondjes. Hop, lopen. Ik laat 3 keer per dag de hondjes uit. Ik zorg dat ik uit de buurt blijf van mensen. Dat doe ik sowieso al. Nu is het nu natuurlijk wel extra belangrijk. Dus ik ga even lekker de hondjes uitlaten. Ik
even hier achter mijn bord. Ik ga het even met jullie meedelen. Vorige week is een hele drukke week voor mij. Voor allemaal toetsen. Ik probeer ook allemaal van te leren, maar dat is lastig. Al die zwarte dingetjes, dat zijn toetsen. En ik heb geen toetsweek, het zijn gewoon los toetsen. Dus dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 die ingepland zijn. En ik moet er eentje inplannen. Vorige week, nou ja, deze week hebben we corona. Dus toen viel wiskunde, Duits uit en economie. Dus dat was een beetje killing. Maar ik moet dus echt weer heel veel gaan leren. Ik heb voor aardrijkskunde al geleerd dat we moeten topografie gaan doen. Nou, dat is niet heel lastig. Wiskunde snap ik sowieso ook wel. Duits, dan moeten we met allemaal rare woorden. Ik ben ook op zoek naar werkbladen, maar ik heb geen idee meer waar ik die kan vinden. Dan heb ik maandag op het eerste uur een soort praatuurtje. Dat heet LEF. Dat heet levensbeschouwing en filosofie. Misschien heb je ooit die video voorbij gekomen van godsdienst. Hallo, ik ben Stijn. Hoi, ik ben Tessa. Hoi, ik ben Jade. Wij gaan vandaag een levensvraag beantwoorden. Nou ja, niet echt beantwoorden, maar meer behandelen. School, 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 school. Oké, ik doe hier echt iets heel cools aan. Oké, kom mee. Kijk, dit is mijn studeerkamer. Ik denk dat ik hem wel even moet bijvullen. Kijk, hoe cool. Die heb ik sinds kort. Doen we hier het water in. Dan hebben we hier lavendeldruppels. Ik heb er een paar druppels in gedaan. Doen we deze erop. Dan zetten we het licht aan. Dan doen we deze aan. Oh my god. Oh, je ziet het niet. Kijk hoe cool.